Ja jongens, daar staat het. Klompenpaden. Wee wee wee. Oh jongens. We hebben er weer een gevonden, jong. Oh, wat een drassige zooi, jongens. Kijk eens wat er op de bord staat, jong. Er staat een soort van kaan, een hond. Zo ziet hij eruit. En dit is het tekst wat er op het bord staat, jong. Oh, wat een nacht. Jongens, de zon schijnt. Dat is al pas een voorteken van mooi weer. Schuine streep Dennis. Oh. Kijk eens even naar deze wateroverlast. We gaan even kijken of dat we vandaag bieslook kunnen gaan vinden. Want we hebben het gedetecteerd laatst. En we gaan eventjes kijken of dat we wat kunnen filmen. Oh. Oh jee, zo'n ochtends lopen, dat valt niet mee, jongens. We kunnen nog steeds niet weg, dus we moeten alles te voet doen. We hebben heel erg extreem veel nieuwe planningen gemaakt. Waar we allemaal naartoe willen gaan, richting, je weet wel. En dit en dat en zus en zo. We zeggen nog niet heel veel, want het is echt extreem. Oh, kijk eens eventjes naar deze stormschade die hier is. Kijk, en dat soort dingetjes, dat vind ik wel mooi, want daarachter, daar is een gemaal. En dan gaan we binnenkort ook even kijken. We gaan ook eventjes kijken of we binnen kunnen kijken bij gemaalde Oude Rijn. Dat moet een soort van mini turbinehal zijn. En die willen we graag filmen. En er moet een soort van rode schakelaar zijn. En ik weet niet of het kan, maar misschien dat we de installatie kunnen starten. Dan moeten we eventjes met de beheerder overleggen. Of het wel of niet mag, maar dat komt wel in orde. Oh, jongens, ik wil bijna zeggen, we krijgen een lentegevoel. Al deze knoppen die opeens uitkomen, bijna de derde maand van 2020. Wel. En zo in één keer, bats, net als een bliksemflits is hij er. We willen misschien de Euromast willen we misschien gaan beklimmen. Of in ieder geval met de lift omhoog gaan. En dan willen we eens kijken of de zender van Radio 538 kunnen checken. Jawel. Heel gaaf. Dat is even extra informatie. Waar jullie niks aan hebben. Oh man. Kijk eens jongens wat hier allemaal ligt. Shit. Alles is gewoon totaal groen uitgeslagen, jongen. Oh jee. Jongens, kijk eens. Daar heb je de buurtbus. Dat zijn die dingetjes die hier rijden. Ik ben laatst in zo'n ding erin gestapt. En toen hebben ze mij iets van 18 kilometer verder gebracht. Als dat ik moest zijn. En toen zei hij, ja, ik kan nog even een ritje maken rond de Rijnstrangen. Oh, dat is trouwens een aardige buschauffeur. Maar dat hoeft ook niet, maar goed. We moesten namelijk op een rood knopje drukken. En dat zijn we blijkbaar vergeten of zoiets. Of we waren er lamlendig voor. Of, kan zijn dat we dronken geweest zijn, geen idee. Maar goed, 18 kilometer extra, gratis gereden in een busje. Het is een feit. Oh. Daar ga ik niet te lang over nadenken. Wat ook helemaal gek. Jongens, altijd hers. Altijd hers. Jawel. Wat zijn de planningen voor vandaag? We weten het niet. We zijn hier gewoon aangekomen. En we lopen maar wat eigenlijk. Want we moeten onze tijd verdrengen. Om te wachten op ons vehikel. Ons voertuig. En dan kunnen we pas weer weg. Dus dit is eigenlijk het resultaat. Het is eigenlijk gewoon een tijdsverdrijf, meer eigenlijk niet. En daarbij komt eigenlijk een soort van schuine streep vlog maken voor mijn kanaal. Oh, hebben jullie dat ook wel eens, dat jullie je lamlendig voelen? Nou, dit is weer zo'n dag. Dit is weer zo'n dag. Oh, we hebben onze schoenen letterlijk helemaal goor gelopen, jongens. We gaan binnenkort nog eventjes naar het Aaltense Goor. Dat is in de buurt van Aalten. Daar gaan we ook nog eventjes een natuurgebied verkennen. En dan gaan we even kijken of we daar kunnen gaan filmen. Maar je ziet het ook heel duidelijk, jongens. Overal zitten de knoppen aan. Jongens, bijna de derde maand van 2020. De hele natuur is gewoon letterlijk in de war. Net als de mensen. Jawel, ik ook. Oh man. Jongens, George is een gans. Jawel. Ik zal het nog wel een keer laten zien. Oh jongens, kijk eens eventjes. Alles staat opeens in de knop. Ja, de zon die schijnt er ook op, hè? Maar dit is gewoon, jongens, kijk eens even hier. Jongens, net bijna de derde maand van 2020. De hele natuur wil ontploffen. Kijk eens even hier.
Wauw, ik heb zelfs de sneeuwklokjes gezien. Een of andere bieslook kwam ook al de grond uit. Ja, dat groeit eigenlijk het hele jaar door. Zo'n beetje. Zelfs in de winter kun je dat nog vinden. Oh man, kijk eens eventjes naar deze mega hoge bomen. Zelfs bij de boerderijtjes in België, van die boerenschuren, hebben ze die dingen hier staan. Waarom dit altijd bij boerderijen is, weet ik niet. Zet het ook eventjes onder de video. Als je bij een boerderij woont, waarom hebben die gasten van de boerderij eigenlijk altijd zo'n hoge bomenlaan bij de boerderij staan? En dat begint mij nou echt op te vallen. Het maakt bijna eigenlijk niet uit bij wat voor vrijstaande boerderij je komt. Overal staan bomen. Jawel. Oh man, al deze wind, jongens. Oh. Ja, 8000 stappen hebben we gezet. Dus we gaan vandaag weer de dikke 10.000 stappen overleggen. En dan gaan we waarschijnlijk 18.000 stappen maken. Of misschien nog wel meer voordat we thuis zijn. Kijk eens even hier, jongens. Oh. Ja, de boer heeft weer flink zijn werk gedaan met de machine. Oh. Ja, de tweede keer in mijn leven dat ik dit pad afloop. Heel erg gaaf. Nu kennen we het onderhand wel. Gaaf, jongens. Jongens, hoe wij praten, jongens. Oh, man. Kijk eens naar dit landerijtje. Is dat niet mooi, jongens? Hij heeft letterlijk lopen ploegen met zijn tractor. Alles heeft hij aangepakt. Gewoon zijn hele veld, jongens. Vroeger deden ze dat gewoon, jongens. En wekenlang deden ze dat met tientallen mensen. En nu jensen ze ze gewoon met een trekkertje doorheen. En pats, het veld is klaar. Kosten van de diesel inberekend. Jawel. Jongens, we rijden sinds vandaag op rode diesel. Op de trekker. Oh, man. Oh, jongens. Jongens, het wordt gewoon steeds zwaarder, jongens. De tassen worden niet lichter, ze worden steeds zwaarder. De objecten die ik achter op de rug heb, jongens. Niet normaal, nee, jongens. Oh, onze dagelijkse training begint pas. Ik wil bijna zeggen, hij zit erop, maar hij begint pas. Jawel. We hebben laatst de dag tot nacht gemaakt en de nacht tot dag. En toen stonden we om 11 uur 's ochtends op. Nee, wacht even. Het was 11 uur in de avond, dus het was al donker. En toen dachten wij dat het 7 uur 's ochtends was. Dus we hebben weer een nachtje door kunnen halen. Jawel. En nu lopen we hier. Oh jee. Ja, het gaat nog steeds super goed met mij. Super goed. Oh, oh, oh. Dit moet niet al te lang gaan duren. Want dan gaan we misschien 3 dagen lang slapen en dan weet je wel hoe ver het is. Maar goed, daar knap je wel van op. Lopen, 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 jongens. Die gast die had dus 70.000 kilometer... Nee, maar even. Ja, 70.000 kilometer had hij gelopen. Oh. Nou, gefeliciteerd. Shit, man. Respect voor die gast, jongens. Het is een Duitse man, maar meer kan ik eigenlijk tot nu toe niet over zeggen, jongens. Hij draagt een GPS bij zich. Dat is het enige wat ik weet. Oh, man. Oh, jongens. Ik hoop dat deze 2 dagen super snel omgaan, jongens. Had ik mijn vehikel weer kan halen, jongens. Dat ik weer mijn rechtervoet op het gaspedaal kan zetten. Dat ik weer allerlei dingen kan ondernemen, want dit is 3 keer shit, jongens. Dit is 3 keer niks, jongens. Je weet gewoon niet wat je moet doen, jongens. Je kan niet weg. Je zit bij de keet. Je gaat voor je uitkijken. En dat was het eigenlijk. Oh, het is net als zitten in de gevangenis, jongens. 3 dagen knast. Ook daar heb ik ervaring mee, helaas. Jawel. Gaaf, jongens. Kijk eens even hier. We gaan eventjes kijken of we dit klompenpad af kunnen lopen. En dan gaan we eventjes kijken of dat we daarachter bij het gemaal kunnen komen. Want we hebben namelijk een soort van kleine mini-turbinehal gevonden. En die willen we eventjes gaan bekijken hoe dat er nou uitziet. En als het goed is, ja, we hebben de klompenpad gevonden. Dit is super gaaf, jongens. Kijk eens even hier. Daar is het. Het klompenpad.